Welkom bij Het Heelal en Meer. Ik ben Roy Smits, ik ben sterrenkundige en schrijver van het boek Telescopen en Tijdmachines, waarin ik schrijf over de geweldige ontdekkingen die gedaan zijn met telescopen. In deze video's ga ik wat aanvullende verhalen vertellen over het universum en wetenschap. Vandaag ga ik het hebben over de maan. Wanneer je 's avonds naar de lucht kijkt, dan lijkt het wel alsof we ingesloten zijn aan de binnenkant van de gigantische bol en dat de planeten en sterren allemaal kleine gaatjes zijn waardoor het licht van buiten de bol naar binnen valt. En je kunt je voorstellen dat die bol langzaam ronddraait, waardoor het lijkt alsof de sterren en planeten opkomen en weer ondergaan. De zon zou dan wel eens een veel groter gat kunnen zijn, waardoor er heel veel licht van buiten naar binnen valt. En waardoor het overdag de zon boven de horizon staat, zo licht is buiten. De oude Grieken hadden op deze manier al bedacht dat de hemel zou kunnen bestaan uit meerdere bollen die langzaam om de aarde heen draaien. Natuurlijk weten we tegenwoordig dat de zon een ster is en dat deze zelf licht uitstraalt. En dat de zon en de planeten en de sterren bolvormige objecten zijn die door de ruimte heen zweven. Maar met het blote oog kun je dat niet zien. Alles aan de hemel lijkt al plat naast elkaar te zitten op een oppervlakte. En dat heeft te maken met het feit dat wij met het blote oog, dus zonder telescoop, geen structuur kunnen zien bij de zon, niet bij de planeten en niet bij de verre sterren. We kunnen dus niet zien of die hemellichamen bolvormig zijn of dat het cirkelvormige gaatjes zijn. Daar is natuurlijk één uitzondering op, en dat is de maan. Zoals je met het blote oog kunt zien, heeft de maan wel structuur. En dat helpt ons om diepte te zien. Als ik de maan vlak bij de camera hou, zie je meteen dat het een bolvorm heeft. Het probleem is echter dat de maan heel ver weg staat. En daarom zien we de diepte niet meer zo goed, en lijkt het alsnog alsof de maan plat is. Dus hoe weten we nou of de maan een bolvorm heeft of dat het een platte schijf is? Met een telescoop kun je de maan dichterbij halen en zien dat het diepte heeft. Maar kon men dat ook bewijzen voor deze uitvinding? Er is één eigenschap van de maan die we niet benoemd hebben en dat zijn de schijngestaltes. De schijngestaltes ontstaan uiteraard omdat de maan een bol is, waardoor de zon verlicht wordt. Daardoor is een deel van de maan verlicht en een deel verduisterd. De lijn die toont waar het verlichte deel eindigt en de schaduw begint, heet de terminator. En het zal je waarschijnlijk wel opvallen dat de terminator geen rechte lijn is, maar dat deze gekromd loopt. Nou, dat is vrijwel een direct bewijs dat de maan een bol is. En dit verschijnsel kun je dagelijks met het blote oog waarnemen. Dus waarom had men vroeger dan zoveel twijfels over de vraag of de maan een bol is of een platte opening? Meer dan 2500 jaar geleden was het onder meer de Griek Anaximander die bleef vasthouden aan het idee dat de aarde ingesloten was door gigantische bollen en dat de maan en de zon openingen zouden zijn in die bollen. De schijngestalte van de maan zou dan verklaard kunnen worden omdat de maan nou eenmaal van vorm verandert. Maar na Anaximander kwam er een andere Griek genaamd Anaxagoras. En hij beweerde 450 jaar voor Christus al dat de maan wel eens een grote bolvormige rots zou kunnen zijn die door de zon wordt verlicht. Hoe durfde hij zoiets absurds te beweren? En voor die bewering moest hij terechtstaan met als gevolg dat hij niet langer welkom was in Athene. Sommige mensen zijn een beetje koppig in hun oude overtuiging. Maar die mensen hadden wel één punt. Er is namelijk één eigenschap van de maan die Anaxagoras niet kon verklaren. De maan heeft immers een gezicht, het bekende mannetje in de maan. Daar heb je wel fantasie voor nodig. Maar dat maanmannetje kijkt altijd naar de aarde toe. Wij zien dus nooit de achterkant van de maan.
En dat is raar, want als de maan een bol zou zijn die om de aarde heen draait, dan zou je verwachten dat het gezicht langzaam wegdraait en dat we ook de andere kant van de maan zouden kunnen zien. Maar dat is niet wat we waarnemen. We zien altijd dat het gezicht naar ons toe wijst. En dat komt er eigenlijk op neer dat de maan net zo snel om haar eigen as heen draait als dat deze om de aarde heen draait. Het lijkt wel alsof de maan met een touw verbonden is met de aarde. Hoe raar is dat? Maar eigenlijk is het helemaal niet zo raar, want in feite is de maan verbonden met de aarde. Dat heet zwaartekracht. De maan is 4,5 miljard jaar geleden ontstaan doordat de aarde botste met een ander hemellichaam, bijvoorbeeld een kleine planeet. Bij die botsing is een groot deel van de aarde de ruimte ingeslingerd en een deel daarvan is in een baan rond de aarde terechtgekomen, waar het langzaam is gaan samenklonteren en uiteindelijk is afgekoeld tot de bol die we zien als de maan. In het begin draaide de maan behoorlijk snel rond, maar door de zwaartekracht van de aarde is die langzaam af gaan remmen. En dat komt omdat de zwaartekracht van de aarde de maan een klein beetje plat drukt. Hetzelfde gebeurt hier op aarde door de zwaartekracht van de maan. Dat is wat eb en vloed veroorzaakt. Dat noemen we getijdenkracht. De maan draait langzaam rond, dus de getijdenkracht zorgt ervoor dat de maan steeds in een iets andere richting wordt platgedrukt. Dat zorgt voor wrijving in het oppervlakte van de maan, waardoor de maan energie verliest en het geheel werkt als een rem op de rotatie van de maan. De maan remt dus af. Dat houdt op wanneer de maan altijd met dezelfde kant naar de aarde toe wijst. Dat punt is inmiddels bereikt. Dat is de reden waarom de maan precies even snel om haar eigen as heen draait als dat het om de aarde heen draait. We noemen dat synchrone rotatie. En dat is de reden waarom we vanuit de aarde nooit de achterkant van de maan kunnen zien. Voor de oude Grieken was het allemaal een stap te ver om te doorgronden. We kregen deze kennis pas na de komst van de telescopen. En we hebben sindsdien zoveel geweldige ontdekkingen gedaan. Een groot aantal van deze fantastische verhalen staan in mijn boek. Telescopen en tijdmachines.